Lilian van Haaster, de witte trui zit strak om je schouders. Is dat wat je wil dit seizoen? Ja, inderdaad. Dat wilde ik eigenlijk gelijk aan het begin van het seizoen al. Maar toen was het even... Ik had hem gelijk wel. Maar vervolgens ging het bij mij wat minder. Bij Bianca heel goed. En liep ze toch wel heel erg op me uit. Vervolgens had ik nog wel weer dat ik zelf goed reed. En kwam ik weer dichtbij. Alleen toen kwam ik ten val, was ik weer het pak eigenlijk wel echt kwijt. En nu gaat het bij mij eigenlijk wel heel goed. En Bianca nu iets minder. Dus nu heb ik een groot gat. Is het moeilijk om de wedstrijden te rijden en je te richten op een tegenstander als Bianca? Dat vond ik eerst wel heel lastig. Ze heeft best wel goede ploeg om erheen. Mariska Huisman doet het ook wel, houden het toch wel in de gaten. Helpen er wel goed. Maar ik merk dat mijn ploeg, ploeg Leontien.nl, die gaat ook gewoon, wordt ook wel sterker. En zoals in Haarlem vorige keer, dan zijn wij toch ook wel, toch wel een hele goede ploeg. En is het voor mij toch ook wel goed te doen om hoog te eindigen. Als nieuwkomer met die ploeg van Leontien.nl doen jullie het eigenlijk verbazingwekkend goed. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat het allemaal wel een beetje al erin zat. Maar nu met behulp van Janijs Kromkamp, de ploegleider van ons, krijgen we gewoon heel veel steun, zeg maar. En die brengt ons een beetje tactisch inzicht bij. En we pakken het op zich wel goed op. Als jij persoonlijk en jullie als ploeg deze witte trui over de streep kunnen brengen, is het seizoen dan geslaagd? Ja, zeker wel. En misschien nog een paar podiumplekjes erbij, dat maakt het helemaal compleet.